woensdagavond 7 mei werd de videoclip van Project Tweestrijd in het Westfries Gasthuis gelanceerd. Nadat de 19-jarige Faraz Ramjan Bey uit Horen meerdere vrienden door zelfmoord had verloren, richtte hij met enige lotgenoten het Project Tweestrijd op. Als gemeentebesturen van Horen zijn we er ontzettend trots op dat wij jongeren hebben in onze stad en in onze regio die een project als de Tweestrijd van de grond hebben getild. En ik las ook een mooi artikel in Trouw, ik las dat hier ergens ook wel aan de muur hangt, over de Tweestrijd. Waar ik ook wel vond dat er mooi de kern van de Tweestrijd werd uitgedrukt, uit de put en aan de praat. Ik krop het niet op, maar praat erover, want alleen in het gesprek en in de confrontatie kun je weer nieuw perspectief vinden. Zover een eeuwige strijd, de nieuwe dag is aangebroken. Vandaar in het ziekenhuis. In de liefde voelt Lara zich onbekend. Geliefde van haar leven, die heeft ze dan ook nooit gekend. Ze loopt ze weg met wat drank in haar hand. Rijdt ze verder van de wal, niet weet het waar ze dan belandt. Want ze breekt van binnen en niemand ziet het. Dus slikt ze nog wat pillen, want ze voelt zich zo verdrietig. En snijdt in haar armen. Een eeuwige strijd, de nieuwe dag is aangebroken. Voor Lara in het ziekenhuis. Hoe ben je op het idee gekomen om een clip te maken? Clip Tweestrijd is eigenlijk puur gekomen door het verhaal zelf. Door het experiment dat wij hebben ervaren. Wilde ik het eigenlijk in een clip voorbrengen, wegens ook het verleden. In het verleden hebben wij een aantal vrienden verloren aan zelfmoord. En sindsdien had ik destijds al een clip gemaakt om te schrijven, praat over als iets dwars zit. Deze clip werd vertoond op een aantal middelbare scholen. Onder andere tweede klasses. En tweede klasses kwamen ook met hun verhaal. En om te praten als hun iets dwars zat. Dit keer kwam het experiment eigenlijk in beeld. En omdat de clip vorige keer zoveel impact had, dacht ik, dit moet gewoon in een clipvorm gebracht worden. En ja, wat vind je eigenlijk van de clip zelf? Super tof. En ja, wat maakt het dan zo tof? Ik denk sowieso het verhaal. Hoe het verhaal wordt uitgebeeld. De filmbeelden zelf. Ja, hoe het ook gemonteerd is, alles. Het ziet er heel professioneel uit, maar we zijn gewoon jongeren die eigenlijk af en toe wat aanklooien. En wij hebben totaal geen professionele achtergrond in dit. En toch zeggen mensen dat het heel goed uitziet. En ja, dat maakt het denk ik wel. Wat was jouw rol tijdens het uitvoerend proces van Tweestrijd? Nou, we hebben een beetje als opvangadres gediend voor de jongelui. De vergaderingen vonden meestal bij ons thuis plaats. En af en toe was er een beetje een sturende arm nodig in de groep. Want het zijn toch 12 jongeren die bij elkaar komen en die elkaar grotendeels niet kenden. En je ziet nu na 7 maanden dat het een hele hechte groep geworden is. En ik vind het leuk dat ik daar mijn steentje aan heb kunnen bijdragen. Meneer Westenberg, wat vond u van de clip? Fantastisch. Ik vond het een hele mooie clip, een aansprekende clip. Maar wat ik het knappe eraan vind, dat je hele moeilijke onderwerpen, zowel visueel als creatief, gewoon met elkaar kan verbinden. En op een manier die de doelgroep, en dat zijn toch jongeren, denk ik ontzettend zal aanspreken. Ik vond het heel professioneel, ik ben er zeer van onder de indruk. Wat maakt Tweestrijd nou anders dan de andere projecten die in West-Friesland lopen? Wat het anders maakt is dat het door jongeren zelf is gedaan. Jongeren die zelf ook het nodige hebben meegemaakt, andere jongeren die in de put zitten en ook echt diep in de put zitten, soms een luisterend oor bieden. Ja, en die krijgen dingen voor elkaar die ouders en professionals nooit voor elkaar krijgen.